Deze week gaat de sloopkogel erin bij Hans en Grietje. Ook is Don Roosje weer geopend en dan gaan we natuurlijk over haar borsten praten. En Raan van Lijn is weer geopend. Het is een mooie week in de Efteling. Nou, ik begin gewoon weer eventjes bij het begin, want dat is natuurlijk het makkelijkst voor iedereen. En ik begin weer op de parkeerplaats. Want ik heb een hele mooie foto gezien van Nick, onze dronepiloot. En die laat zien dat ze al een heel eind gevorderd zijn bij de werkzaamheden op P2, waar ik het vorige week over had. Vorige week waren ze eigenlijk net pas begonnen en nu lijkt het al een heel eind klaar. Dus ik ben heel benieuwd wanneer er zo meteen asfalt ingaat en we er voor het eerst kunnen parkeren. Dat geldt ook voor de tunnelbak. We hebben een foto gezien van de bovenkant van de tunnelbak en daar zie ik niet heel veel progressie. Maar goed, hè, ik weet ook niet precies hoe dat het in elkaar steekt. Ik zie wel wat nieuwe zijkantjes erop zitten, niet heel groot. Dus hier is op dit moment niet zo heel veel over te melden. Gaan we door de Efteling in en dan begin ik eerst even met nieuwe merchandise. Want er is een nieuwe badponcho van Yoki. Kost 15 euro, ontzettend leuk, is natuurlijk wel alleen voor de kinderen. Gaan we door richting de Aquanura-vijver en daar was een nare video verschenen afgelopen week. Want er waren een aantal asociale mensen die over het hek geklommen zijn. De Efteling opent 's ochtends haar entreepoort om 9 uur. En tussen 9 en 10 heb je alleen toegang tot het entreegebied. Kun je een bakje koffie drinken bij bijvoorbeeld Fabula. En anders moet je even geduld hebben tot de Rijkpoort opengaan. Maar goed, de ene poort is wat lager dan de andere poort. En er waren een aantal tokkies en die zijn gewoon over het hek geklommen. Ja, en als er één over de dam is, dan volgen er meer. Nee, dat is niet netjes. En dan gaan we naar Efteling Grand Hotel en ik ga het weer over Nick hebben, een beetje de hofleverancier van alle beelden. Want ja, vanaf de grond zien we niet zo heel veel progressie, maar er is wel degelijk progressie. Zo zien we heel veel nieuwe raamkozijnen liggen op het bouwterrein aan de zijkant. En zien we ook allemaal nieuwe zwarte dingen zitten waar dat ijzeren geraamte zit. En dat lijken ook diezelfde raamkozijnen te zijn. Ook lijken ze aan de rechterkant van het hotel de volgende verdieping er al op te hebben liggen. Dus ja, hier gaan ze heel erg lekker. Er was ook nog een kleine video verschenen van Gubbels en die promoot dat ze met elektrische apparaten aan het werk zijn bij Efteling Grand Hotel. Dat zal natuurlijk te maken hebben met de hoeveelheid stikstof die uitgestoten mag worden. Dus ja, of dit nou de toekomst wordt, geen idee, maar ze zijn wel lekker bezig. We gaan door naar Fabula en hier valt dus op dat een zeil kapot is aan de buitenkant. Hier zie je reclame op wat je bijvoorbeeld kan halen hier binnen, maar hier moet even naar gekeken worden, want dit is al best wel een tijdje kapot. En er valt nog iets anders op, want er staat tegenwoordig een klapbord bij de ingang van het Wereldrestaurant dat hier de ingang van Fabula is. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met werkzaamheden en daarom is de ingang van Fabula tijdelijk eventjes verplaatst. Die werkzaamheden, daar komen we zo meteen op, want ze zijn op dit moment bezig met het ritssysteem plaatsen. En ook dat is heel erg vet, daar ga ik straks over verder. Want we gaan eerst nog eventjes kijken bij Polles Keuken en met name de vrieskamer. Want de vrieskamer is open, zoals ik vorige week had voorspeld. En je kunt hier dus allemaal lekker ijsjes halen. En op dit moment, het is 9 uur 's ochtends, is het nog gesloten. Maar we zagen wel wat mooie foto's van de binnenkant van de vrieskamer. Hebben ze het ook weer een beetje opgefrist, hangen er overal ijspegels. En kun je hier dus voor 5,50 euro je nieuwe ijsjes halen. Ook valt op dat de fonteinenbak tegenover de vrieskamer ook weer open is. Vorige week waren ze bezig met alles opnieuw voegen. Ziet er allemaal heel netjes uit en het werkt weer allemaal naar behoren. Ook nog ander goed nieuws over de zomer, want de Efteling heeft de openingstijden bekendgemaakt van de zomer. Vanaf 28 juni begint de zomer en is het wisselend open van 9 uur 's avonds tot 10 uur 's avonds. Kijk zeker even als je naar de Efteling wil en dit duurt tot 1 september, dus er is heel veel tijd om lekker naar de zomer Efteling te gaan. Ik moet wel zeggen, het entertainmentaanbod en alles wat ze gaan doen deze zomer is eigenlijk exact hetzelfde als vorig jaar en het jaar ervoor. Er zullen hier en daar misschien wat kleine wijzigingen zijn, maar heel veel is er nog niet aangekondigd. Het viel wel op dat het met Pasen rustig was, al dus Nederlandse media. Er waren niet heel veel mensen en ze hadden er meer verwacht. Ja, vind ik natuurlijk een beetje bijzonder. Er wordt gelijk geroepen, de Efteling is te duur en daarom blijven mensen weg. Nou, ik loop hier in een zeiknatte Efteling en het is vandaag gewoon hartstikke druk. Dus dat heeft er waarschijnlijk niks mee te maken. Waarom het dan wel rustig geweest met de Pasen, dat weet ik niet. Ik was hier zelf ook niet. Ik zat zelf in Europa Park en daar was het ook niet heel erg druk. Maar goed, het kan natuurlijk altijd. Het weer was ook niet heel erg lekker. Nou goed, we gaan lekker door naar het Sprookjesbos. Vandaag gaan we kijken bij Hans en Grietje en natuurlijk met Don Roosje. En wil je nou helemaal niks missen van de Efteling, druk dan even op de abonneerknop, want ik doe dit elke week en ik zou het heel erg kunnen waarderen als je dat doet. Want op die manier krijg ik steeds meer bereik en dat vind ik natuurlijk alleen maar leuk. Nou, laten we lekker doorgaan naar het Sprookjesbos. En dan gaan we het eerst eens even hebben over de oplevering van Don Roosje. Don Roosje is maanden in onderhoud geweest en vanaf de 30ste was ze weer beschikbaar voor het publiek. En het ziet er fantastisch uit. Maar laat ik eventjes bij het begin beginnen. Het hele gebied eromheen hebben nieuwe vijvers gekregen. Zowel aan de zijkant als aan de achterkant met nieuwe watervallen. En er is ook een nieuw looppad gecreëerd aan de linkerkant van het kasteel. Hier is ook een nieuw uitkijkje gecreëerd. Alleen dit is nog niet open, want er staat nog geen hekje. Dus
daar moet nog even naar gekeken worden. Ook zouden er nog nieuwe wachters komen tegenover bij dat uitkijkje, maar die zijn er helaas nog niet en die komen waarschijnlijk van de zomer pas. Helaas, maar het is niet anders. Ook is er heel veel nieuwe beplanting neergezet, waaronder heel veel rozenstruiken. Hoe thematisch wil je het hebben. En verder is alles geschilderd. Ook dat bankje wat beneden staat is helemaal geschilderd. En dan gaan we naar boven. En het valt gelijk op dat de stenen niet meer zo glad zijn. Die zijn helemaal ruw. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi. Het scheelt weer uitglijden. En alle animatronics zijn ontzettend opgeknapt. Helemaal opnieuw mooi aangezet. Nieuwe pruik, nieuwe kleding en nieuwe borsten. Ja, Don Roosje heeft een nieuw setje borsten gehad. Op zich is er natuurlijk helemaal niks mis mee, maar ze zijn een slagje groter dan de vorige. En heel de Nederlandse media die valt daarover. Zes maanden lang is het spel dicht geweest. Alles is nieuw, alles is mooi en we hebben het over de borsten van Don Roosje. Kom op hè jongens, laten we dat gewoon niet doen. Het ziet er gewoon hartstikke mooi uit. Het geldt ook voor de heks hiernaast. Die heeft een nieuw masker gekregen, nieuwe kleding en die straalt ook weer. En ze heeft zelfs klompen gehad. En verder zien we hier ook allemaal nieuwe luikjes zitten in de torentjes. Dat komt omdat ze hier onderhoud moeten uitvoeren en op deze manier kunnen ze dus naar binnen. Ook de kraaien op het dak hebben een opfrisbeurt gehad en eentje is nu omgedraaid, zodat het vanaf de andere kant ook zichtbaar is. En dan komen we bij de koks. Ja, bij de koks is ook het een en ander veranderd. Zo hebben de animatronics een iets wat andere setting gekregen. Is ook de kast met allerlei spulletjes aangepast. De potten en pannen hebben een nieuw plekje gehad. En valt ook op dat de benen van de koks een ander kleurtje gekregen hebben. Ik snap niet waarom ze geen huiskleur hebben, maar misschien het steunkousen. Kan natuurlijk. En, ja, we hadden het al een beetje zien aankomen, maar nieuwe muziek hier bij Don Roosje, of überhaupt muziek. Vroeger was er nooit muziek en nu is er een heel, ja, rustgevend, zwoel muziekje. Je hoort wat dierengeluiden er doorheen. Er zijn mensen die er absoluut niet blij mee zijn, die zeggen dit spookje hoort stil te zijn. Ik vind het persoonlijk wel heel erg mooi en ik kan er wel aan wennen. Ja, ik ben echt heel blij hiermee. We laten het voor nu achter ons en we gaan door, want er is ook nog het een en ander gebeurd in de rest van het Sprookjesbos. En ik begin bij het Kabouterdorp, want hier is de spin verdwenen, dus daar moet even naar gekeken worden. En er viel ook nog iets op de plattegrond, want ze hebben het paddenstoelenparcours nu goed ingetekend. De paddenstoel die zat eerst aan de verkeerde kant ingetekend, maar nu klopt het dus. Dus hey, top! Gaan we door naar Langnek en hier was een filmpje verschenen afgelopen week. Want het personeel had dus een video gemaakt over dat het Langnek is en niet Lange Jan. Heel veel mensen noemen hem Lange Jan en dat komt waarschijnlijk ook door het snoepje Lange Jan wat vroeger in Nederland verkocht werd. En naar verluid werd het vroeger ook verkocht bij Kogelhoog tegenover Langnek. En hier schijnt de verwarring te ontstaan. Wel waren de afgelopen week nog een paar stenen losgeraakt bij Langnek, dus daar moet nog steeds even naar gekeken worden. En dan gaan we naar Pinocchio, want hier hebben ze de monstervis ook weer aan de praat gekregen. Zelfs de ogen, ja, die werken ook weer, dus dat is natuurlijk heel erg mooi. We vervolgen onze weg en we komen bij Rapontje. Afgelopen week ging de heks eventjes stil, maar die werkt ondertussen weer. En ook nog nieuwe mandjes met moeder geit, alweer. Gaan we naar Hans en Grietje. Ja, bij Hans en Grietje is het helemaal afgezet met hekken. En dat komt omdat Hans en Grietje gesloopt gaat worden en weer helemaal opnieuw opgebouwd gaat worden. En het gaat ontzettend lang duren, want op 20 december is het pas weer geopend. Op dit moment zien we nog niet heel veel werkzaamheden, want vandaag is de dag dat ze begonnen zijn. We zien wel dat de animatronics van Hans en Grietje verdwenen zijn en dat er verder nog wat dingetjes weggehaald zijn aan de zijkant. Maar heel veel meer dan dat is op dit moment niet gaande. Zelfs de geureffecten doen het nog, dus misschien moeten we die ook nog even uitzetten. Ja, we gaan natuurlijk op de voet volgen. Hier gaat zometeen de sloophamer in, wat natuurlijk ontzettend zonde is. Maar het komt weer helemaal terug, net als Roodkapje en mevrouw Holle. Komt helemaal goed. En nu we het toch over mevrouw Holle hebben, laten we daar eens even naartoe gaan. Er is een nieuwe boom geplant. Hé, ziet er leuk uit. Bij Kleine Boodschap was ook nog een klein probleempje afgelopen week. Want animatronic zelf stond stil, maar was wel audio. Dus klopt niet helemaal. Kleine Boodschap? Ook nog goed nieuws bij Herberg de Efteling, want die is ondertussen ook weer geopend. En hebben ze het dak ook deels weer aangepakt met een beetje nieuw riet. Nou, de werkzaamheden op het Herauterplein zijn eindelijk afgerond, dus dat is heel erg mooi. Alles ziet er netjes uit. En nog een klein probleempje bij de nieuwe kleren van de keizer. Want daar was afgelopen week een storing, maar gelukkig is dat weer opgelost. Viel me wel op dat de paddenstoelen hier in het Sprookjesbos ook uitstaan op het moment. Dus misschien ook eventjes naar gekeken worden. En waar ik nu sta, bij de uitgang van het Sprookjesbos, hebben ze nieuwe bomen geplant. En dat ziet er ook weer ontzettend mooi uit. Zo, we zijn eventjes in een vogelvlucht door het Sprookjesbos gegaan, want het was gewoon vreselijk veel. Nu gaan we door naar het Marenrijk, want Ravelijn is weer open en daar ben ik ontzettend benieuwd naar. Ik begin in het Marenrijk bij het diorama, want hier is wat probleem met het behang. We zien achter de scènes zien we allemaal wolken. En die wolken, dat is het behang en dat laat op heel veel plekken los. Dus hier moet even naar gekeken worden. Ook zijn dat problemen met de treintjes, want die staan hier en daar stil. Dus het wordt hoog tijd dat het nieuwe bestuurssysteem komt. Wil je geen idee waar ik het over heb? Check dan even deze video hierboven. Ik heb het erover gehad, dat is leuk.
Viel me ook op dat er een hele grote scheur in de vloer zat. En ik weet niet hoe lang dit al is, maar het ziet er niet goed uit. Gaan we door naar de marskamer. Hier is een vitrine leeggehaald, dus hier gaat waarschijnlijk iets nieuws gebeuren. En ook nog een klein dingetje bij Lada & Blanche, want daar is een scherm uit. Daar is een stekkertje losgeraakt, dus die moet er weer even in gedaan worden. Gaan we door naar Tom van de Venplein. En hier was een koffiekar verschenen. Geen nieuwe koffiekar, maar deze plek is wel uniek, want dat zien we niet heel vaak. En ook was er nog een probleempje bij de Villa Volta. Die is afgelopen week een dag in storing geweest. Gelukkig is dat ondertussen weer opgelost. Ja jongens, en Ravelijn is weer open. En dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws. Heel de wintersluiting is natuurlijk gesloten geweest. En nu is het weer open. Alleen is het nu woensdag, dus ik weet niet wat er gebeurd is. Maar onze correspondent is ter plaatse en daar gaan we nu even naartoe. Ja, dankjewel Niels. We hebben net de show gezien hier bij Ravelijn. En ik moet zeggen dat er eigenlijk niet heel veel veranderd is ten opzichte van de vorige show. Er zijn wat kleine dingetjes. Zo heeft Erik tegenwoordig een touw gekregen als hij naar beneden gegooid wordt door Halina. Ja, hij wordt niet echt meer gegooid. Zijn er ook nieuwe icoontjes gekomen op de halsters van de paarden, op het voorhoofd, in thema van het element van de ruiter. Dus dat is op zich wel heel erg tof. En zien we ook wat kleine aanpassingen aan de vechtscènes. Zo is er een extra zwarte wacht erbij gekomen en zijn er ook nog wat extra watereffecten toegevoegd. Maar heel veel meer dan dat zien we niet. En dat kwam ook een beetje omdat we helemaal aan de linkerkant van de arena zaten. En op dit deel zie je gewoon heel weinig van de show. Heel veel key elementen van de show zie je gewoon niet als je op de plek waar dat je daar zit. Je ziet bijvoorbeeld Halina niet verdwijnen. Je ziet aan het einde Olaf niet in het water wegzakken. Je ziet bijna niks van heel de vechtscène. En dat is gewoon ontzettend jammer, want zo mis je heel veel van Ravelijn. Verder zien we helemaal aan het einde nog vuur omhoog komen op het moment dat de ruiters de arena verlaten. En is er ook nog een hekje geschilderd hier bij de ingang. Die ziet er ook weer heel netjes uit. Maar heel veel meer dan dit hebben we dus niet van Ravelijn. En dan komt dus de vraag, wat gaat er gebeuren met Ravelijn? Is dit het laatste jaar, ja of nee? In 2025 loopt het contract af met Puy de Fou. En dat is natuurlijk degene die de show maakt hier. Gaat het verlengd worden of gaat het compleet anders worden? Er is natuurlijk wel wat kritiek over paarden en shows. Dus ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Maar laten we nu nog heel even kijken naar een kleine compilatie van de show. En dan gaan we weer terug naar Niels. Ja, dankjewel Niels. Wij gaan door naar het Volk van Laaf. Vandaag gebeurt ook het een en ander. Want een tijdje geleden hadden we een Efteling blogpost. En daarin stond dat ze medio februari gingen beginnen met het onderhoud aan het Volk van Laaf. Tot op heden was er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd. En vroegen we ons een beetje af, joh, gaat dat nog wel door? Nou, ik heb goed nieuws, want het lijkt wel dat ze nu toch echt begonnen zijn. Want ze zijn momenteel heel druk bezig bij het Lurk en Limoenhuis. Ze hebben daar een boom weggehaald en ze zijn aan het graven. Maar ja, of dit nou het grote onderhoud gaat zijn en of er nou een nieuwe scène in gaat komen, dat moeten we natuurlijk nog even bekijken, maar het is wel goed nieuws. Er was ook nog ergens een lampje kapot in het Volk van Laaf, dus er zat een ducttapeje omheen. Dus het onderhoud moet zeker wel gaan gebeuren. We gaan naar de zijkant van het Volk van Laaf. Hier staat een draaimolen. En afgelopen week was er een paard verdwenen, maar ondertussen is die ook alweer terug, dus dat is lekker snel opgelost. Dan lopen we helemaal door naar de Smulpaap. Hier was de gevel afgelopen tijd helemaal aangepakt, alleen ontbrak nog steeds het mooie plaatje bovenop de Smulpaap. Ondertussen is die ook weer teruggekeerd. Ja, het is geen schildering meer, nee, het is een sticker, maar het ziet er wel goed uit. Als we doorlopen komen we dus langs de bouwplaats, tenminste wat vorige week een bouwplaats was. En we hadden het erover dat hier misschien het putje van Assisi ging komen. Nou, niets als minder waar, het is gewoon een nieuwe boom geworden. Maar op zich zijn we daar natuurlijk ook gewoon blij mee. En er was nog een dingetje met de vermolenmolen. Want er staan allemaal paarden op de vermolenmolen. En laatst meldde ik al dat die weer helemaal compleet is. Maar ik heb me laten vertellen dat een aantal onderdelen op de vermolenmolen niet origineel zijn. Dat er tijdelijk onderdelen zijn, omdat die anderen nog in onderhoud zijn. Ja, het zou natuurlijk heel goed kunnen. Ik heb er geen verstand van. Maar goed, fijn dat ze het op deze manier alsnog oplossen. Viel me trouwens ook op dat de parasols weg zijn bij de suikerbuik. Dus ja, hier kan je niet meer uit de zon zitten. Dat is niet echt een probleem op het moment. En hebben ze ook de vitrine weer aangepast bij het museum. Het ziet er ook weer gezellig uit. Hier achter me waren ze vorige week bezig, was de straat opengehaald en dat is momenteel weer afgerond. Ook viel me op dat Hollebolle Gijs afgezet is met hekken, dus ook hier zijn ze mee bezig. En er is ook nog iets anders, want er is een nieuw boek verschenen. Althans, eind april komt hij. En het is het boek van Olaf Fuchs, dat is een oud-directeur hier van de Efteling. Hij heeft hier 4 decennia gewerkt en hij heeft heel veel dingen gedaan, waaronder de Vliegende Hollander. Dat is natuurlijk wel een hele leuke achtbaan. In 25 onderwerpen vertelt hij allemaal persoonlijke verhalen over alles wat hij hier in Efteling heeft meegemaakt. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Lijkt je dat boek nou wat? Ik zet een link in de omschrijving, dan kun je hem bestellen. Laten we nu eens doorgaan naar het Reizenrijk, want daar is ook weer het een en ander gaande. En er is ook weer een prijsstijging in de Efteling en daar moeten we het nodig over hebben.
heb weer een leuk nieuwtje over het zomerstrand wat deze zomer gaat komen. Want ze hebben nu thematische huisjes neergezet. Vorig jaar waren het een beetje standaard huisjes, maar nu hebben ze dezelfde kleurenpalet als de andere huisjes die er al stonden. En ze worden het één leuk geheel. Ziet er gezellig uit. We gaan kijken bij de dubbele laan, want hier is een muurtje kapot gegaan, dus hier moet eventjes naar gekeken worden. En wat er dan weer gemaakt is op het Rijsdijkplein, is een lampje. Ter hoogte van Vogelrok was een lamp kapot en deze hebben ze weer gemaakt, dus dat is heel erg mooi. Viel ik nog op dat ze nieuwe touwen hebben hangen binnen in Vogelrok en dat er ook heel raar blauw licht is. Ik weet niet of dat er al zat, maar het ziet er vreemd uit. En nu we het toch over touwen hebben, laten we eens even doorgaan naar Kleuterhof. Want hier hebben we natuurlijk allemaal nieuwe paaltjes met touwen hangen. En in eerste instantie snapte ik niet zo goed wat het voor was. En toen zei iemand tegen mij, joh, dat is gewoon voor hotelgasten. Toen dacht ik, oh, tuurlijk, hoe stom kan je zijn. Natuurlijk, 's ochtends komen hier de hotelgasten binnen. Die mogen om 9 uur naar binnen, maar die moeten tot 9:30 wachten voordat ze echt het park in mogen. Dus tot die tijd moeten ze hier in Kleuterhof staan wachten en moeten ze dus achter de touwen blijven. En als het dan 9:30 is, dan gaan die touwen open en dan mag iedereen weg. Eerder deze week zag ik ook een foto met verboden toegang. Die hangen er nu niet. Dus misschien halen ze die wel weg als de hotelgasten het park hebben betreden. Maar goed, het mysterie is dus ontrafeld. We gaan even bij Archipel kijken, want vorige week zei ik dat er geen water in zat. Nou, ondertussen is dat opgelost en ook zijn de kisten weer terug. Dus dat hebben ze lekker snel gedaan. Eén nadeel is wel, er liggen nu allemaal zandzakken in het water. En vorig jaar toen dat was, was heel de vloer kapot. En het is vorig jaar helemaal gerenoveerd. Dus ik hoop niet dat het weer zo is. Laten we hopen dat het iets anders is. En ik zit hier nu naast de pagode en de pagode zal eigenlijk van 8 tot 12 april in onderhoud gaan. Maar die onderhoudsperiode is verschoven. Want nu gaat die van 22 mei tot 31 mei, dus best wel een tijd verder. Dus ik weet niet wat de reden daarvan is, maar momenteel kun je dus gewoon nog lekker in de pagode. En laten we het nou eens hebben over prijzen, want de prijzen zijn aardig aan het stijgen in de Efteling. Efteling had altijd een horecaaanbod waarvan ik dacht, ja, is wel heel erg schappelijk, is zelfs nog goedkoop. De laatste tijd is het meermaals verhoogd en nu zijn ze eigenlijk wel heel duur. Sterker nog, ze zijn nu duurder dan Disneyland Parijs. En dat moet je echt niet willen. Een flesje cola kost tegenwoordig 4,30 euro. Dat is natuurlijk wel met 15 cent statiegeld, maar toch is wel echt serieus veel geld. Een broodje Unox kost tegenwoordig 5,50 euro en een eigen heimer kost gewoon 4,50 euro. En dat is niet onopgemerkt gebleven, want zelfs kassa van de NPO heeft er een momentje aan besteed. Die heeft het over de appelflap gehad, want die ging van 2,50 naar 3,50, stijging van 40%. Ik snap dat het duurder wordt, want ja, hè, alles wordt duurder in de wereld. Maar in dit tempo vind ik het ook lastig te verkopen hoor. Dus ja, hè, misschien moet de Efteling even kappen met alles omhoog gooien. Want het gaat wel een beetje hard nu. En de Efteling heeft ook nog een 1 april grap uitgehaald. Niet zo geslaagd als je mij vraagt. Ze hebben een nieuw sprookje. Alleen er was geen sprookje, want je moest je verbeeldingskracht gebruiken. We zagen ontwerpers van de Efteling bezig die het sprookje aan het ontwerpen waren op een leeg vel. We zagen in het sprookjesbos een leeg plekje en er gebeurde eigenlijk niks. Nou kan ik wel een beetje verklappen. Eigenlijk was het de bedoeling dat de Efteling zou promoten om iets in te nemen waardoor je bepaalde dingen ging zien, bepaalde hallucinaties ging krijgen en dat je daardoor je verbeelding stimuleerde. Maar goed, drugs geven aan mensen in 2024 is misschien niet zo'n geslaagde grap. En dat heeft de Efteling ook ingezien, dus ze hebben dit deel eraf gehaald. Maar nu is de grap een beetje misplaatst, want je mist een beetje heel de clue. Maar goed, nou weet je het ook. En het laatste dingetje hier in het Reizenrijk. Op 4 april was er een fotoshoot hier in de Efteling. Ja, kon je voor opgeven en daar kreeg je dus kaartje voor de Efteling. Mooi meegenomen. Laten we nu eens gaan kijken in het Ruigrijk, want de Vliegende Hollander is dus echt open gegaan en ik heb hem zelf nog helemaal niet gezien. Er is een hoop toegevoegd aan de onderhoudskalender hier in het Ruigrijk en ik begin bij de halve maan. Halve maan is van 24 juni tot en met 26 juni niet beschikbaar en ook de oude tuffenband daarnaast gaat ook een onderhoudsbeurt krijgen. En die is van 3 juni tot en met 21 juni, dus dat is een aanzienlijk stuk langer. Er komt er nog een aan, maar daar ga ik het straks over hebben, want ik begin eerst bij de Apenfontein. Hij is helemaal uit de tent gehaald en de bak is helemaal gekookt. Hij is heel erg wit, dus hij moet nog wel even ingeschaduwd worden. Maar het is fijn dat het er nu weer enigszins prima uitziet. Alleen hadden ze misschien gelijk moeten inschaduwen, maar dan komt het misschien weer niet overeen met de andere zuil en dan is het weer niet goed. Dus dat kan natuurlijk ook. We gaan door naar het kombuis, want hier hebben ze de Frozen Fanta's weer. Elk jaar komen ze weer terug, maar nu hebben ze een extra smaak, want ze hebben de Frozen Fanta aardbei. Ze hebben de machines ook weer staan en ja, dus nu kun je hier voor 3,90 euro een Frozen Fanta halen. Het gekke is wel een beetje dat als jij gewoon een Fanta Float wil of een Frozen Fanta, is het net zo duur. Alleen bij een Fanta Float krijg je ook nog een softijs, dus ik zou het wel weten.
Het terras van het kombuis was afgelopen week ook nog even gesloten geweest. Hier hebben ze de doeken vervangen en hebben ze ook de touwen vervangen en die zien er ook weer netjes uit. Bij Joris en de Draak zijn ze nog steeds heel druk bezig, met name bij de straat. We zien nu al de nieuwe tegels erin liggen, niet helemaal, maar ze zijn wel lekker bezig. En ook zijn ze op de lifthill nog alle kanten op aan het lopen. En verder zie ik eigenlijk niet heel veel, maar het loopt wel een beetje op zijn eind. Ik hoorde ook al dat de eerste keten verwijderd zijn, dat de eerste delen al afgerond zijn. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi. En naar verluid ligt het hele plan ook nog helemaal op schema. Dus dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Ook de Vliegende Hollander, nou ja, was meer dan op schema, want die was eerder open dan gepland. Uiteindelijk was hij op de 27e al geopend, vlak nadat ik naar huis ging. En dan kon je dus al een ritje maken. En dat is natuurlijk heel erg leuk. En sindsdien is hij ook niet meer dicht geweest. Ja, storing hier en daar, maar goed, hè, dat hou je natuurlijk toch. En er zijn eigenlijk niet heel veel grote dingen. Zo zien we nieuwe vuilnisbakken in de wachtrij, is ook de rook weer terug in de smokkelgang. En is er ook nog iets gebeurd bij de Single Riders Line, want daar hing eerst een doek en dat is momenteel verwijderd. Wat er wel weer ontzettend jammer is dat in de eerste week dat het open is, er gelijk weer een sticker geplakt is ergens. Ja. Dat is natuurlijk weer niet de bedoeling. En er viel ook nog iets op, want er leek een nieuwe animatronic in de scène te zitten. Maar bleek dus gewoon een eend te zijn die er binnen gezwommen was. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ik ben benieuwd hoe ze die weer naar buiten krijgen. Het zal best lastig zijn. Hing afgelopen week ook nog een QR-code aan een van de gevels van de Vliegende Hollander. Geen idee waar dat voor was, maar goed, hè, dat is ondertussen ook alweer weg. Maar de Vliegende Hollander is weer open en dat is natuurlijk heel erg fijn. Baron 1898, die gaat ook nog in onderhoud. En dat zou zijn van 13 tot en met 17 mei, dus houd dit zeker in de gaten. En er was ook nog iets gebeurd bij de Baron, want er waren medewerkers in opspraak gekomen. Er waren een aantal oud-medewerkers die hebben de knoppen ingedrukt in de controlekamer van de Baron, terwijl het operationeel was. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, want als er dan wat gebeurt, nou ja, dat wil je niet weten. Mensen die erbij betrokken waren, die zijn dus ook gestraft. Zijn een aantal weken geschorst, zijn gedegradeerd in functie en ja, daar zijn ze niet blij mee. Eentje is zelfs zo niet blij dat hij een rechtszaak aangespannen heeft tegen de Efteling, want die wil graag dat het ongedaan gemaakt wordt. Of dat gaat gebeuren ja of nee, dat moeten we nog even bezien. Maar de mensen in kwestie hebben wel hun salaris behouden tijdens de schorsing en ook bij degraderen hebben ze ook hun salaris gehouden. Dus ja, daar mag je dan op zich nog blij mee zijn. Maar ja, ik denk dat de Efteling hier vooral een statement naar buiten heeft willen brengen naar al het personeel dat dit niet gewaardeerd wordt. Zo, tot zover het Ruigrijk. Wij gaan lekker door naar het andere rijk. Gaan we eens kijken bij Dans Macabre, want daar gebeurt weer van alles. En dan gaan we het weer hebben over Dans Macabre. Ik begin eerst met iets vervelends. Want er is heel veel afval gepropt in dat doorkijkje dat je de viool kon zien. Dus dat is natuurlijk niet de bedoeling. En nu het goede nieuws. Het ritssysteem is deels gearriveerd. Nou ja, niet helemaal. Maar de onderste delen waar de draaischijf op komt te leunen, die zijn van de week geplaatst. We zagen hele grote wasknijpersachtige dingen en die werden naar binnen getakeld en dat is natuurlijk ontzettend gaaf. Die worden uiteindelijk vastgemaakt aan die grote paal die we al eerder gezien hebben en hier gaat dan die plaat op komen. Vervolgens komen hier dan weer de kerkbanken op en dit gaat allemaal ronddraaien en bewegen en op en neer en och, dat wordt fantastisch. Ook buiten hebben ze niet stilgezeten afgelopen week, want zo hebben ze het houtwerk aangepakt van bijvoorbeeld het koetshuis. Dat was nog heel erg licht, dus dat hebben ze wat donkerder gemaakt. En ook boven op het dak zijn ze eindelijk begonnen met het wat donkerder maken, want laten we eerlijk zijn, dat zag er niet zo heel erg mooi uit. Ook hebben ze weer een nieuwe fundering gestort ergens op het bouwterrein waar dat nog een muur gaat komen. En zien we ook dat het dienstpad nu helemaal bestraat is. En lijkt het er ook op dat er ergens een soort van oventje in de muur zit. Verder zijn ze ook in het Huivenwoud zelf bezig, want daar hebben ze de constructie gemaakt waar dat zometeen de loopbrug over gaat komen. Want als we het gebouw betreden gaan we over een houten brug. Dus dat is wel heel erg tof. En we zien ook al wat verlichting in de bosjes liggen en hiermee gaat het gebouw natuurlijk uit verlicht worden. Van de week hadden ze ook nog een zuil gespannen voor het gat, waar we elke keer naar binnen konden kijken. Dat zuil is nu weer weg, want nu zijn ze heel druk bezig om alles naar binnen te schuiven. En ook nog wat dingetjes bij de horeca daarnaast, want bij de laatste hoop is de deur kapot gegaan. Die is met tape vastgemaakt, dus daar moet even naar gekeken worden. En ook is het uithangbord van In een Zwarte Kat weg. En ja, dat is heel apart, want dat hangt er nog niet zo heel lang. Maar goed, dat is dus verdwenen. Ik laat het nu hier achter me en ik ga door naar de Piranha. Bij de Piranha is Casa Caracol weer open en dat is natuurlijk goed nieuws. Alles is weer geverfd en ingeschaduwd, ziet er netjes uit. En ook het rolluik van Casa Caracol is ook weer helemaal aangepakt, dus je kunt hier weer lekker zitten. Ook zijn ze bij de Piranha ook heel druk bezig, want ze hebben heel veel stijgers weggehaald. Dat betekent dus dat ze een heel eind klaar zijn met het voorste gedeelte. En verder zijn ze overal nog steeds aan het schilderen, maar ze hebben ook de looproute een beetje aangepast. Want je kan nu dus ook richting Casa Caracol lopen, dus je kunt nu een heel rondje lopen.
Verder aan de baan zelf kan ik helaas niet zoveel zien, want ja, het zit allemaal in de stijgers, dus ik laat het weer even achter me. Maar we gaan door naar Bekkerij Krummel. Bij Bekkerij Krummel hebben ze de bankjes weer teruggeplaatst, dus je kunt er weer lekker gaan zitten. En ook nog één ding bij Fata Morgana, want de lantaarnpaal die verdwenen was, die is ook weer terug. En dan gaan we het er even over het spookslot hebben, en dit zal zomaar de laatste keer kunnen zijn dat ik het erover ga hebben. Want de 5 Centaur gaat nog eenmalig de spookslotdocumentaire vertonen, en dit wordt heel erg bijzonder. Aanstaande dinsdagavond, dan heb ik het over 9 april, zou om 12 uur 's nachts de kaartverkoop ingaan, weer in de leest in Waalwijk. En dit wordt een hele bijzondere avond, want er komen heel veel mensen die meegedaan hebben met de documentaire. Er komt een Q&A met een aantal van die mensen. Er zijn hapjes, er is Eftelings Entertainment. Ja, serieus. En dit wordt echt de allerlaatste keer dat hij naar het Witte Doek komt. Dus ga dit zeker zien, want het wordt een hele bijzondere avond. Wie er precies aan de Q&A gaat meedoen, dat gaat de 5 Centuigen later nog bekendmaken. Maar ga er klaar voor zitten. Dit wil je echt meemaken. Dit gaat heel tof worden. En hierbij kom ik al aan het einde van deze video. Vond je het nou een toffe video? Geef dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En ik ben ook wel heel erg benieuwd, wat vind jij ervan dat Hans Rietje helemaal plat moet? Ga je het missen? Of misschien wel niet? Laat het even weten in de reacties. Wil je nou nog meer zien over de Efteling? Check dan even deze video's hierboven. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.